Hele goede avond allemaal, Trudy Versteeg hier. Ik wil jullie op de hoogte laten kunnen blijven brengen van Deep State. Dus van de Deep State Mafia, die ons in Nederland aan de klote wil helpen. Dat betekent dat gewoon 80% van het volk uiteindelijk gewoon het loodje moet leggen. En nogmaals, om daarmee te beginnen. Hitler vertelde niet dat hij bezig was met de concentratiekampen. Goebbels vertelde niet wat de facts waren. Datzelfde geldt op dit moment voor de NOS, voor RTL4, voor de hele Rotterdam, waar ik al eerder over gesproken heb. En hoe weet jij dat? Nou, het is niet zo moeilijk. Als je mijn tijdslijn leest, dan zie je dat rechters zich lenen om vrijmetselaarstheater te spelen. Dus bijvoorbeeld Egbert Meijer, de vader, wat ik begrepen heb, van een beroemd cabaretier. Die is net zo goed als zijn zoon in het spelen van theater. En om daarmee te beginnen, deze mensen waar wij nu mee te maken hebben, zoals mijn ex, zoals zijn vader, zoals meneer Rutte, zoals meneer De Jonge, zoals een heleboel mensen die ik benoemd heb, zijn, ik zeg het gewoon, theatraal psychopaat. En die zullen echt alles doen om hun fake zijn te verbergen. En te doen alsof ze weldoeners zijn. En dat is het allerergste, want ze zijn nepper dan hen. Unaniem. En als ik het dan over charity mag hebben, opnieuw, dan is dat meest kenmerkend dat dat mij opgevallen is in de tijd dat ik aan de lijve mocht ondervinden wat feitelijk deze club kan. Dus werk zal ook daadwerkelijk doet. Goed, ik ben thuis gekomen en ik was even in Zandvoort bij vrienden weer. Dat mag niet, want dan moet meneer burgemeester op het pleingeld weten. Want als ik dan ergens ben, ik weet niet of hij op vakantie gaat, dan moet hij dat weten en dan stuurt hij mensen op mij af in Waalwijk om te zeggen dat ik daar niet meer zou wonen. Dan worden vrienden lastig gevallen. En dat mijn vrienden lastig worden gevallen, ik ben daar echt helemaal klaar mee. Dat was ik al. En als ik ergens spijt van heb, dan zou je zeggen van ja, dan zou het spijt zijn met het feit dat ik dingen in de openbaarheid heb gegooid. Nou, als ik ergens spijt van heb, dan is het dat ik dat niet eerder heb gedaan. Gewoon op het moment dat ik facts wist van bepaalde mensen die de boel opnaaien, de boel besodemieteren en frauderen en mensen benadelen. Van rechterlijke macht, openbaar ministerie, advocaten. Maar ja, goed. Last but not least, mijn ex-schoonvader. Die mij feitelijk al tijdens mijn huwelijk speech bij de Rosa op de kakken zette. Nick. En ik mag een toeschouwer zijn geweest. En ik mag een tweede viool hebben gespeeld bij jouw zoon. Jij weet wie ik was. En jij weet dat ik een ontzettend goede mama was. Jij weet dat ik mijn kinderen begeleidde met dyslexie, met hun gezondheid en hun verzorging. En jij weet ook dat mijn oudste ooit bij jou kon klagen over de gedragingen van jouw zoon. Ik ook. En je speelde zo vreselijk nep. Zo vreselijk, waanzinnig nep. Weet je? Ik heb hel en hel en hel en hel en hel en over again meegemaakt. Ik weet alleen hoe jullie kicken op de ellende bij anderen, bij vrouwen. En dat gun ik je niet. Dus ik ga geen tranen showen. Al heb ik gewoon sinds MK Ultra mij af werd gestuurd, zijn de meeste weerstand. Hans Meijer en Wouter Raadgever. Hey, ik ben doorgewinterd psychopaten traceren. Ik kan het in hun ogen zien, niet? Ik zie hoe jullie fake spelen. Ik zie alles. En ja, weet je, een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Dus op het moment dat je dan meemaakt dat je leugen op leugen op leugen meemaakt en gewoon klem gezet wordt in elk denkbaar opzicht. Weet je, je vertelde op een gegeven moment van ja, ik doe de financiën bij de hospice en
jij moet dat ook doen mee laten doen. Nou ja, tenminste genoeg. Gezien je toch altijd de tijd koos voor je zoon. Waarvan je zei dat het een parasiet was. Waarvan je erkende dat hij gewoon niet scoorde. Waarvan je erkende dat hij gewoon over lijken ging. Geen enkele verantwoordelijkheid had. En je dat ook wist. Weet je, ik weet elk detail nog. Ik weet nog dat je gewoon... de box waar de zooi van Mirabel naartoe moest. En eten cash aftikte. Ik weet nog welke deurwaarders je allemaal afkocht. Ik weet nog dat je bij Van Lanschot afkocht. Ik weet nog dat je bij de Rabobank deed. En tegelijkertijd gewoon net doen of dat Bassie jouw zoon lastig was. Opdat ik mijn kinderen niet meer kon verzorgen. Die ik altijd tot in de puntjes meer dan goed verzorgd heb. Wat dacht je? Je zoon zoekt dan een andere vrouw? Dan gaat ze wel mee akkoord? We gooien er gewoon op straat? We onthouden er gewoon van handel? We zorgen gewoon dat Daniel Frankenhuis geen handen krijgt, opdat de waarheid wordt aangetoond, die gewoon echt overal zwaar bovenop ligt. Nee, we gaan ook nog Max Verlieshout van handel en tennis van de Nederlandse staat onthouden. Are you completely fucked up? Nou weet ik achteraf van waarom ik nog Jezus mag ik nooit zeggen. Want jullie atheïstisch zijn. Jullie zijn niet gelovig. Jullie zijn nepper dan nep. Jullie hebben met elkaar afgesproken vanaf 1989. Wat het Bilderbergplan was. Ik heb alles op mijn schoot gekregen qua wat er gebeurde. Onder andere waar ik getrouwd ben, Roze. En daarna mijn huwelijksnacht doorbracht in de tijd met jouw zoon. In Bos en Ven. En dat de laatste keer dat het kabinet daar was met de heidagen toevallig in Bos en Ven was. En de eerste keer na de oorlog door Rabran, die ook in Bos en Ven was. En toen kreeg ik te horen wat er gebeurd was, onder andere, bij stoeterij Perry Cardon. In Oostenrijk. En de hoefsmid, die daar paarden besloeg, die trof daar crucifixen aan. Met een doodskist in het midden. En heel toevallig had ik net daarvoor het verhaal gelezen van Yvonne van Riemstijk. Rituele mishandeling, ritueel misbruik. Het verkrachten of vermoorden van kinderen, het bijzijn van kinderen, om het te leren hoe het moet. Alles viel op zijn plek, ik. Alles. En nu krijg ik dus een brief in opperste staat van sadisme. Waarin je toch nog eventjes je strepen bij wil zetten om verder te gaan. En dat ik opmaak in het naar de hel brengen van jou, van de moeder van jouw kleinkinderen. Weet je, Ed vertelde mij in het begin van onze relatie dat jij een vrek was. Hij vertelde mij, mijn vader is een vrek. Mijn moeder heeft altijd een Porsche willen rijden en heeft ze nooit gemogen omdat mijn vader haar niks gunde. Alleen de appel valt niet ver van de boom. Interesseert mij die hele Porsche niet. Boeit me niet. Maar wel het verzorgen van mijn kinderen. Wel het kunnen verzorgen van mijn kinderen. En al helemaal het mama mogen zijn. Wie denk je wel niet wie je bent? Wie denk jij, ik splitter wel wie jij bent? Om met jouw vrienden, mijn vrienden, compleet naar de kloten te helpen. Mij naar de kloten te helpen. Mijn vrienden van handel te onthouden. Gewoon omdat het kan. Omdat het kan met verlichte broeders. Bij de drie verlichte torens. Bij de Rotary. Bij de zwanenbroeders. Hé, ik ben mama. En jij weet godverdomme dat ik altijd de beste mama van de wereld ben geweest. Je hebt het recht niet dat soort dingen te doen. Geen van jullie heeft het recht dat te doen. Nul. Oké, jij pakte mijn vrienden aan. Ik geef je nog één kans. Ik heb namelijk via mensen die ik sprak, vrienden van mij, directe zaken gehoord en vernomen van rechters. Die een kasteelcollectie in Noord-Italië behangen en buiten de belasting halen. Van mensen die een valse aangifte hebben gedaan. Voor een bedrijf. Onder andere mensen bij de Rotary in Malen. Die zogenaamd caritatief bezig zijn. En beroemd of te roemen bestuurders zijn. De Rotary-lijsten heb ik, dat weet je. Mensen vonden het niet leuk. Mensen
kende mij ook in mijn goede zijn. En weet wie ik ben. Nou, anyway, als jij jouw vrienden die bij jou op de verjaardag kwamen in een kwaad daglicht geplaatst zien, wenst, dan moet je zo doorgaan. Dan moet je mij nog even proberen op straat te zetten. Ik ben klaar met jou. En mogelijk ben ik de enige die geen respect heeft voor je. Kan. Maar die verdien je ook echt niet. Mijn vader was een top opa voor zijn kleinkinderen. Ik weet niet waarom jij je geld hebt verdiend met goochelen en op het einde een reeks van zijde zakdoeken, waarop de laatste zakdoek Playboy Bunny met die end eronder was. Maar ik heb best veel meegemaakt in mijn leven. En ik kan koppelen. Hetzelfde schilderij, tenminste, van een goochelaar bij Van der Valk in het beeld. Toen het de bedoeling was dat ik verdween, van de radar verdween. Ik kan koppelen. Ik heb het meegemaakt dat Ed even terug kwam vliegen met een heli vanuit Monaco naar het hotel. Ik geen zin had om mee te gaan naar een broodje Afrika Formule 1, waar iedereen een beetje nep loopt. Het jaar daarvoor was ik op een schip geweest van Mark Brouwers, een Russische boot. Een gehuurd jacht. En weet je, nepper dan nepper kon het bijna niet zijn. Ik hou van echte mensen. En ik weet dat er ook met echte mensen tussen dat gezelschap zat. Ik moest jouw zoon daar van de boot afvegen, zo'n beetje, in een taxi zetten. Dus ik had daar geen zin meer in. Dus het jaar daarna, Formule 1, had ik de faciliteiten en de kamers kon regelen voor de mensen uit Eindhoven, waarvan er eentje nu niet meer leeft. Waarvan ik nu weet dat hij niet de kwaaie klas was, als je dat vergelijkt met de jongens met wie jij nu ervoor zorgt dat ik geen mama mag zijn. Dat Ed eventjes op en neer kon vliegen met een heli om, weet ik veel, 45.000 euro uit de kluis te halen bij een van de jongens om meer kristal te kunnen schenken omdat alle creditcards waren overbelast. Maar dat kon gewoon, want ik had die kamers natuurlijk toebedeeld in de tijd voor het bedrijf van jouw zoon. Dus ik weet hoe het werkt. Ik weet ook dat je in een privévliegtuig, Niek, dat je daar gewoon drugs mee kan nemen aan wapens. Wordt niet eens gecheckt. Priority. Ook niet. Als je Schiphol priority vliegt of ergens anders priority, kun je wapens meenemen. Kun je alles meenemen wat je wil, je wordt toch altijd gecheckt. Of mag je gewoon wapens meenemen, staat gewoon op de tekst. Dus weet je, ik heb te veel gezien om dit flauwekul verhaal van jou, om mij en mijn kinderen te onthouden. En mijn kinderen om te kopen en echt letterlijk alles eraan te doen om mij als mama naar de kloten te helpen. Je weet dat ik enige kind ben. Je weet dat mijn vader, die altijd de beste opa van de wereld was geweest, is geweest, in 2012 overleed. Je weet ook dat Ed zijn rekening had leeggeplunderd toen hij dementeerde. Bij in ieder geval lezen wat alles op Facebook staat, zo perfect. Maar dat je dan gewoon het lef hebt om rechters om te kopen. Laten we beginnen met het feit dat ik het een en ander aan informatie heb over boekhouding van meneer Bikker. En als je nu niet stopt, zal ik die ook publiceren aan dit tijd. De rest volgt. Dan ga ik nu even beginnen met een brief die ik van jou heb ontvangen afgelopen week. Nog een trap na, want ik ben dus gewoon 5 jaar aan het overleven.
mensen die mij helpen zijn bedreigd, van handen onthouden, geïntimideerd, gechanteerd. Ik mag geen aangifte doen, dankzij jou. Ik ben toch een stoere kerel. Echt waar. Ook als ik weet, denk te weten wat er met jouw zoons is gebeurd. Wat jullie hebben toegestaan toen je zo alleen thuis liet. Waalwijk, 13 augustus 2020. Betreft saldo, hypothecaire lening en achterstallige hypotheekrente. Beste Ed en Trudy, in verband met de verkoop van de woning in de Massenetstraat laat ik jullie als volgt weten. Als hypotheekrechthouder zal ik toestemming voor de levering van de woning aan de koper verlenen, zodra het zeker is dat bij die levering de volledige hypothecaire lening en de inmiddels achterstallige rente wordt voldaan. De hoofdsom die nog afgelost moet worden bedraagt €35.600. De achterstallige rente bedraagt €102,08 per maand en is sinds december 2019 niet meer betaald en bedraagt per heden dan ook €918,72. De achterstand per datum levering van de woning aan de kopers dient bij gelegenheid van die levering te worden voldaan. Ik zal zodra de datum van levering bekend is een aflosnota aan de notaris sturen met vriendelijke groet Nicolas Anthony Splinter, Maasland 30 51 44 Eduard Nico te Waalwijk. Beste Niek, deze hypotheek is nimmer, maar dan ook echt nimmer, voldaan door mij nog door Ed. Deze hypotheek is sinds dag 1 als vijfde hypotheek gevestigd op het huis om eindcontrole te houden over mij als slaaf, over je zoon als slaaf, over je kleinkinderen als slaven. Om eindcontrole over mijn leven te houden als gemartelde mama van 3 kinderen, als slavin van jouw zoon Ed Splinter. Het is bewust gedaan om ten alle tijde controle te houden over hetgeen wat jouw zoon jegens mij een antisociaal gedrag vertoonde. Je hebt deze kosten die jij betaald hebt om je zoon zijn gedragingen tot in den treuren te laten toestemmen, altijd zo over en weer betaald en geschonken. En niet alleen deze, maar tonnen heb jij per jaar geschonken om af te kopen het gedrag van jouw zoon wat ontoelaatbaar was richting mij, richting jouw kleinkinderen en je moest je rot schamen. Om nu dan te stellen, na 5 jaar martelwerk, na alle mensen in mijn omgeving te hebben laten chanteren, door mij van recht te hebben onthouden, door mij als mama van mijn kinderen te onthouden, terwijl mijn ouders alles voor mij, alles voor jouw zoon, alles voor voor jouw kleinkinderen deden om mijn leven compleet tot een hel te maken. Je bent gewoon misdadiger. Je bent een beroepscrimineel zoals jij met mensen omgaat. En nu te stellen, na al die tijd om dit bedrag te betalen, terwijl jij gewoon een witte boordencrimineel bent, die ervoor zorgt dat mensen geen bestaansrecht meer hebben. Net zoals jouw vrijmetselaarsvrienden dit doen. Ik kom hier nog uitgebreid op terug. Schrijven de dato 18 augustus 2020. Brief van de heer Oldekotte aan mij. Mijne dames en heren, bijgaand het document dat tijdens mijn vakantie door mevrouw Verstegen op ons kantoor is afgegeven. Er is geen andere toelichting gegeven of begeleidend schrijven toegevoegd. Het is ons onduidelijk wat wij hiermee moeten doen. We hebben het stuk ter kennisgeving aan ons dossier toegevoegd. Hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij met vriendelijke groet makelaars en assurantiekantoor JH Oldekotte en Zoon te Tilburg. Beantwoordend schrijven van mij aan de heer Oldekotte, cc, mijn ex, cc, mijn ex-schoonvader, cc, Rabobank Bijzonder Beheer te Eindhoven en Rabobank te Waalwijk. Mijne dames en heren, bijgaand ontvangt u een kopie van mijn algemene volmacht en begeleidend schrijven voor de Belastingdienst naar welke inhoud ik u verwijs. De onderhandse verkoop van het huis Massenetstraat 15 te Waalwijk, al waar ik woon en blijf wonen, en uw onderling geënsceneerde onderhandse verkoop van het huis in opdracht van de heer Nicolas Anthony Splinter, waarvoor ik nimmer toestemming heb gegeven, dient u onderling onmiddellijk te annuleren wegens uw gezamenlijke misleiding van de betreffende koper. Uw onderlinge samenwerking in zaken misleiding van de betrokken koper is thans procedureel identificeerbaar en genoegzaam overeenkomstig gedocumenteerd. Ik sommeer u mij de annulering van uw onderhandse verkoop van het huis waarin ik woon per omgaande schriftelijk te bevestigen. Ik ben bereid uw schriftelijke annulering aan het bovengenoemde dossier te laten toevoegen. Hoogachtend, Trudy Verstegen.